Vandaag een antwoord op de vraag van Monika. Monika heeft een aantal jaar geleden een hypofyseoperatie ondergaan en sindsdien werkt haar hypofyse niet meer. Monika moet nu levenslang corticosteroïden, dat zijn bijnierschorshormonen, moet ze slikken, omdat de hypofyse normaal gesproken een orgaan is welke hormonen produceert, welke andere hormoonproducerende organen weer stimuleert om hun hormonen te produceren. Nu is je bijnierschors heel belangrijk, want deze moet hormonen produceren, corticosteroïden, welke jou in staat stellen te overleven bij stress. Worden deze hormonen niet geproduceerd, dan zul jij stressvolle situaties niet overleven. Daarom, om die reden, moet Monika sindsdien bijnierschorshormonen, corticosteroïden, moet zij slikken omdat haar bijnieren niet meer gestimuleerd worden, omdat het afhankelijk is van de werking van de hypofyse, om deze hormonen aan te maken. Nu was Monika al voorbereid op het feit dat deze hormonen, wanneer je deze voortdurend in jouw lijf hebt, omdat je deze moet slikken, chronisch, dat deze bij kunnen dragen aan makkelijke gewichtstoename. En hoe zit dat? Wat doet jouw lichaam onder invloed van deze hormonen in tijden van stress? Jouw lichaam zorgt voor een verhoging van jouw bloedsuikerspiegel en bloeddruk. En zorgt voor een verlaging van het verbruik in jouw lijf. Om jouw lichaam paraat te maken voor actie. Alleen die actie die vindt nu nog even niet plaats. Paraat voor actie, dus de aanwezigheid van een grote hoeveelheid brandstof in jouw bloedbaan om te kunnen vechten of vluchten. Het verbruik ervan in andere delen van jouw lijf wordt onderdrukt. Ontstekingsreacties worden onderdrukt. De werking van je afweersysteem wordt onderdrukt. Want op dat moment moet jouw lichaam paraat zijn om te kunnen vechten of vluchten. Dat vindt op dit moment nog niet plaats. Dus op dit moment is er nog geen verbruik. Maar jouw lichaam maakt zich wel paraat. En kan dan op dat moment even niks anders doen. Dat doen dus deze hormonen welke Monika chronisch moet slikken via tabletvorm binnenkrijgt. Ze was voorbereid op het feit dat dit tot een snelle gewichtstoename kon leiden, omdat je dus voortdurend brandstof in de vorm van glucose aanwezig hebt in jouw bloedbaan en eigenlijk haast nooit een laag gehalte hieraan heerst. Dat wil zeggen dat heel makkelijk een brandstofoverschot kan ontstaan in je lijf. Een teveel aan calorie leverende voedingsstoffen ten opzichte van het verbruik in je lijf. Want die wordt dus beperkt door deze hormonen. En dat je dus heel makkelijk aan kan komen. Nu was Monika hiervan bewust. Hierin had ze zich al verdiept. Monika wil niet aankomen. Dus vanaf haar operatie en vanaf het moment dat ze deze medicijnen moest gaan slikken, is ze het koolhydraatgehalte in haar voeding sterk gaan verminderen. Omdat ze bewust was van het feit dat je daarvoor op moet passen met een te hoge consumptie van koolhydraten. En is ze ook op haar calorieinname gaan letten. Toch is Monika sindsdien kilo's aangekomen. Dit vindt ze sowieso niet leuk, maar ze vraagt zich ook af, hoe kan dit? Ja, ik weet dat de medicatie welke ik gebruik, de corticosteroïden, ik weet dat je dan makkelijker aan kan komen dan normaal gesproken en ook moeizamer gewicht kan verliezen dan normaal gesproken met voortdurend deze hormonen in je lijf, welke je bloedsuikerspiegel verhogen en het verbruik in je lijf verlagen. Maar ik let daar toch heel erg op. Ik let op een lage calorie inname en met name ook de inname van weinig koolhydraten. Hoe kan het dan toch dat ik kilo's aankom? Nou, Monika. Als gevolg van jouw medicatie zit dus brandstof in de vorm van glucose zit in jouw bloedbaan. Zit te wachten om verbruikt te worden, maar nu vindt dat verbruik niet plaats. Dat verbruik wordt onder invloed van deze hormonen ook nog eens beperkt in jouw lijf.
Wat is nodig om het verbruik in jouw lijf mogelijk te maken? Daarvoor is nodig energie in jouw cellen. Hoe wordt energie gevormd in jouw cellen? Nou, dan moet jouw lichaam in een goede voedingstoestand verkeren. Jouw lichaam moet in een goede voedingstoestand verkeren om brandstof op te kunnen nemen in jouw cellen, in de mitochondriën van je cellen te kunnen verbranden tot energie. Dat is een stofje genaamd ATP, waar jouw cellen energie uit kunnen putten. En vervolgens kan die ATP dan verbruikt worden, ook enkel wanneer er een goede voedingstoestand heerst in je lijf. Want wat wil verbruik zeggen? Het benutten van die energie, het benutten van die ATP, die voort is gekomen uit de afbraak, de verbranding van brandstof. En vervolgens een herstelreactie uitvoeren, de vorming van nieuwe stoffen. Het celmetabolisme uitvoeren. En daar zijn allerhande bouwstoffen voor nodig. Nu is het zo dat jouw lichaam sommige stoffen zelf kan maken. En deze worden niet-essentiële voedingsstoffen genoemd. Maar er zijn ook stoffen die je lichaam niet zelf kan vormen. En dat worden essentiële voedingsstoffen genoemd. Jouw lichaam is afhankelijk van deze essentiële voedingsstoffen om A. Brandstof die jij dus al volop in je lijf aanwezig hebt, mede dankzij jouw medicatie. Om brandstof in jouw cellen te krijgen en ATP eruit te kunnen putten, daar is een goede voedingstoestand en dus een voeding rijk gevuld aan deze essentiële voedingsstoffen voor nodig. Want zonder deze essentiële voedingsstoffen kunnen brandstoffen niet goed verdeeld worden, kunnen deze ook niet goed verplaatst en opgenomen worden in de mitochondriën, kunnen enzymen niet goed functioneren die nodig zijn voor de verbranding hiervan, dan is het verkrijgen van energie niet goed. Goed mogelijk. Dus daar zijn deze bouwstoffen voor nodig en voor de stofwisseling zelf, het verbruik in jouw lijf. Monika, jij hebt gelet op je calorie-inname. Je inname van brandstoffen. Jij hebt gelet op je koolhydraat-inname. De inname van voeding met glucose daarin aanwezig, omdat jij wist, ja, dat gehalte wordt al verhoogd door mijn medicatie. Daarop heb jij gelet. Jij hebt dat allemaal in mindering gebracht. Maar waar heb jij niet op gelet? Of jouw voeding wel optimaal voorziet in essentiële voedingsstoffen. Om die brandstof, die dus al voorradig en aanwezig is in jouw bloedbaan, ook wel te kunnen verdelen over je lijf. Om enig verbruik in je lijf nog wel weer mogelijk te maken. Het verbruik wat beperkt wordt door de hormonen die jij slikt. Jij hebt, omdat jij zo angstig was om aan te komen, heb jij de vetten in je voeding beperkt. Met als gevolg dat je ook de essentiële vetzuren nauwelijks nog aanwezig hebt in je eetpatroon. En je hebt, omdat je je koolhydraten beperkt, heb jij je fruitinname bijvoorbeeld op een heel laag pitje gezet. Daardoor loop je ook wat tekorten op in essentiële voedingsstoffen in de vorm van vitamines en mineralen. Jij hebt dus sinds je operatie uit angst om aan te komen door de verminderde inname van fruit en de verminderde inname van vetrijke voeding, heb je tekorten onder andere in essentiële vetzuren en een aantal vitamines en mineralen. Hierdoor veroorzaak jij een slechte voedingstoestand in je lijf. Met als gevolg dat niet alleen jouw medicatie zorgt voor een beperkt verbruik in jouw lijf, maar jouw voeding dit verbruik ook niet helpt verbeteren, maar enkel nog maar meer doet verslechteren. Weet dus, Monika, afvallen is niet het gevolg enkel en alleen van een lage calorie-inname en het beperken van de koolhydraten in je voeding. Maar is het gevolg ook van een hoog verbruik in je lijf. En dat verbruik in je lijf, dat zal niet erg hoog zijn wanneer je lichaam in een slechte voedingstoestand verkeert, omdat bepaalde processen in je lijf enkel uitgevoerd kunnen worden met die essentiële voedingsstoffen. Daarvoor, voor die voedingsstoffen, is je lichaam afhankelijk van jou. Die moeten dus altijd aanwezig zijn in jouw lijf.
Dit had jij dus eigenlijk, zou heel leuk zijn geweest, vanaf het moment dat jij jouw hypofyse het niet meer deed en jij te horen kreeg dat jij voortdurend corticosteroïden in je lijf zou hebben en daardoor brandstof in je lijf aanwezig was en wel te horen hebt gekregen dat je dan makkelijk aan kan komen, zou jij eigenlijk ook te horen hebben moeten krijgen dat om die brandstof ook wel weer goed te verdelen en enig verbruik in je lijf mogelijk te maken daarvan. Ja, dat jij dan wel je lichaam optimaal moet voeden met deze essentiële voedingsstoffen. Nu leer je dat alsnog. Dus als de wiede weerga, als je dit om wil draaien en verdere aankomst wil voorkomen, Monika, moet je dus niet alleen maar je koolhydraatinname blijven beperken en je calorieinname blijven beperken, maar moet je vooral je voeding gaan optimaliseren in essentiële voedingsstoffen. Essentieel, de naam wil het al zeggen, noodzakelijk. Je lichaam heeft deze nodig om stofwisseling uit te kunnen voeren. De brandstoffen zijn er al, die worden verzorgd onder invloed van corticosteroïden, middels dat tabletje welke je slikt. Dus die zijn aanwezig in je bloedbaan. Nu de bouwstoffen nog. De bouwstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen. Anders kan je lichaam die stofwisselingsprocessen niet goed uitvoeren.